Leuk dat je kijkt vandaag naar deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Verena. Vandaag is maandag weer een nieuwe week. Ik heb vandaag weer gewerkt. Ik was vanmorgen een beetje knorrig. Maar ik werd ook om 3:15 wakker. En dat was een uur voordat mijn wekker ging. Nou echt, probeer dan maar nog in slaap te komen. Dat is me niet gelukt. Dus dan snap je me best wel waarom ik een kort lontje had. Maar goed. Maar doe zeker even een duim omhoog. En vergeet natuurlijk niet hier beneden om mijn kanaal te abonneren. En ik neem jullie deze week wel weer mee. Ik ben even eten aan het maken voor mezelf. Ik moet even wat. Ik zal zo eens laten zien wat ik ga maken vandaag. Dit vandaag maken. Mijn sponsor waar ik dit is maken. Ik was vorige week dus bij de Lidl geweest. En dan moest ik toch boodschappen doen. En toen zag ik van dit van die zulke recepten zitten of hangen daar ergens. Daar. En toen dacht ik, hey, laat ik dat maar eens meenemen. Het is vandaag ook dinsdag en ik heb vandaag dus weer gewerkt. En vanmiddag ook even boodschappen gehaald. Voor het avondeten onder andere en zo. En toen kwam ik een oud groepsgenoot tegen, tevens goede vriend dus tegen. En heb ik even mee staan praten. En ja. En vandaag had ik ook wat. Ik voelde me vanmorgen echt even een beetje schuldig. Want ik reed over een fietspad heen waar op dit moment paddentrek, 's ochtends vroeg en 's avonds dus en 's nachts dus plaatsvindt. En nou is het zo. Is het zo dat ik dus. Een pad over een pad heen reed, zo'n kikker heen reed. Daar voelde ik me vanmorgen echt wel schuldig van, want ik zag dat. En, maar ja, ik kon er ook niks aan doen, want hij. Die pad die stond precies in de weg. Dus ik reed er gewoon overheen. Maar daarvoor zag ik ook wel andere padden daar zitten. En daar kon ik gelukkig omheen. En dat is wel fijn. Maar ja, dus ik voelde me eigenlijk schuldig. Eigenlijk heb ik een soort moord gepleegd. Jullie staan even boven op de afzaagkap, want anders heb ik geen plek ergens om verder om een stuk te filmen. Dus daar voel ik me ook echt wel een beetje schuldig over. En vanmorgen, daar moest ik eigenlijk wel om lachen ook. Ik kwam thuis uit de berging gelopen hier, nadat ik mijn scooter had weggezet. Toen deed ik de deur open en toen zag ik ook dat er een begeleider stond. En die was aan de telefoon. En ik deed dus de deur open en ik had mijn helm dus nog op. Zij schrok zich helemaal kapot. Echt, ik lachte me echt wel helemaal stuk. Ja. Maar we hebben ook nog iets. We hebben weer issues met de lift hier. Echt zo irritant. De hele tijd is het goed gegaan, want er werd aan mij gevraagd, ja, waar zit de berging van de lift en al die dingen. Nou, ik weet alleen de machinekamer, maar de andere ruimte van de lift die bovenop het dak zit. Maar dat is de enige plek waar ik weet dat er iets van de lift zit daar of zo. Maar ja, bizar. Maar goed, ik heb ook even de afzegkap uitgezet, anders zou die jongen misschien niet kunnen verstaan. Heb je me misschien net even niet verstaan toen ik hem aan had staan nog, maar goed. Het is vandaag woensdag en ik heb een pakketje binnengekregen. Ik had gisteren wat besteld en dat is iets voor mijn helm, voor mijn scooter. Want dat is een soort navigatie die in mijn helm gebouwd kan worden. Niet alle helmen. Beschik over zo'n functie. En die voor mij dus wel. Daar zit wat ruimte in. Waarbij dit dus kan. Het is een soort communicatiesysteem. Ik kan via daar ook mee bellen. Dus ik ga het even openmaken. Lang leven het mesje van mijn werk. Dus ik daar mee ga openen. Onnodig veel van die
verpakkingsmaterialen. Ja, voor één klein doosje. Ik zal zo goed zien hoe klein dat doosje is. Dit doosje is zo klein. En dan heb ik zo'n grote doos daarvoor. Dat is best wel apart. Maar dit is dus het merk Shark. Niet gesponsord, ook van zo. Maar mijn helm is ook van hetzelfde merk. En ja, deze kan dus zo op systeemhelm en als op integraalhelm. Ik heb zelf een integraalhelm. En dus een helm die helemaal ontsloten is, dus niet open kan. Alleen het vizier kan open en de ventilatiegaten. Maar voor de rest, het kindstuk zelf kan niet open en dat is mijn systeemhelm maar wel. Goed, dus deze heb ik dus speciaal gekocht. Want ik moet soms wel bijvoorbeeld ergens heen, waar ik niet vaak heen ga. En dan ja, is het wel handig als ik een navigatie heb. Dus deze beschikt ook over Bluetooth. Dat weet ik wel. Dus dat is wel fijn. Ik zit altijd begrepen dat hij met Bluetooth meekomt. Dat die gebruikt kan worden via Bluetooth. Dus ik kan ook muziek op luisteren. Maar dan kan ik ook ja, van alles en nog wat mee doen dus. Dus dat is wel fijn. Ik ga dit doosje even openmaken. En dan ga ik even kijken. Oh, ik heb mijn mesje niet voor te pruimen volgens mij. Dus dan de andere kant van het doosje. En dan komt er komen er twee boekjes bij. Eentje met de handleiding en eentje ja, met informatie verder. Dan is er een folietje ervoor. En dan zit dit dus eigenlijk erin. Het ziet niet goed, het is allemaal zwart. Maar dit is het dus. Er zit onderin zitten er ook nog meer dingetjes. Dus die ga ik er ook even uithalen. Kijk, dit is dus de achterkant van dat ding. En dan heb je hier nog van die... Ja, dit is een oplaadkabel dan, denk ik. En dan zo'n microfoon met van die stickertjes en al die dingen. Maar ik zelf zou geen microfoon gebruiken, omdat ik ja, pijlen tijdens het rijden leidt af. En door misschien toch ruis met wind, dat je dan niet goed te verstaan bent. Dat kan, dus daarom vind ik dit dus niet echt handig. Dus eigenlijk zitten hierachter zitten ook nog stickertjes, zie ik, om het vast te plakken. Dan zeg ik van de helm. Als ik dat moet doen, dan weet ik wel op de stickers altijd is dat je hem vet vrij moet maken. Dus dat ga ik ook al even doen. Je kan dus een microfoon eraan koppelen, maar ik zelf zou dat niet zo gaan doen. Omdat, ja, het is niet per se nodig natuurlijk, dus, sorry, ja. Ik heb het alleen gekocht voor navigatie en al die dingen, maar niet voor communicatie of zo. Dat niet. Tenzij als een keer met iemand op pad gaat die ook een bromfiets heeft en hetzelfde heeft, een communicatiesysteem. Tja, dan, dat is maar een ander verhaal, maar goed. Ik heb dit gisteren besteld. Dus dat ga ik straks dan eventjes, monteren op mijn helm. Dan moet ik de binnenkant eruit halen, de voering en die dingen. Vandaag ga ik ook een beetje schoonmaken hier ook, want dat was ook wel even wat nodig. Stofzuigen, dweilen. En ja, de was opruimen die achter me staat. De zijkant buiten het scherm net een beetje staat bij het beeld. En dan zie ik het wel weer. Verder. We'll be right back.
Thank you.
is geen zondag. Het is vandaag dus maandag. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd. Omdat ik gisteren gewoon echt niet heel erg fit voelde. Ik had gisteravond in één keer heel erg last van hoofdpijn. Voelde me ook een beetje grieperig. Gisteren overdag voelde ik me al niet heel lekker. En ik heb een grote aft in mijn mond zitten op mijn lip. Dus dat is ook niet echt heel fijn. En daar, dat is dus een vaak teken dat ik niet lekker ben. En dat mijn weerstand laag is als ik een aft krijg. Dan weet ik al van, oh jee. En ja. Dus ik ben nu niet lekker. Ik heb de griep. Ik heb me vanmorgen ook om een ziek gemeld. Want anders was ik vandaag wel gaan werken. Ik heb waarschijnlijk last van de griep. Ik heb gelukkig er lichte klachten van. Ik voel wel een beetje in mijn spieren en zo dat ik er wel een beetje last van heb. Maar ook gewoon in mijn hoofd. Een beetje op mijn neus, een beetje op mijn keel. Daar heb ik er gewoon een beetje last van. Dus ik voel me gewoon niet echt heel fit. Dus ik heb daarom ervoor gekozen om thuis te blijven. Daarom heb ik gisteravond gisteren ook de camera er niet meer bij gepakt. Dus ja, dus ik ga vandaag lekker op de bank hangen met een dekbed en kussen en dan lekker vanuit de bank even relaxen. Dus ik hoop dat je deze week vlog toch leuk vond. Doe zeker een duim omhoog. Vergeet natuurlijk niet je mede op mijn kanaal te abonneren. Druk zeker ook even op het belletje. Zo krijg je altijd een melding wanneer ik een nieuwe weekvlog upload. En ja, check zeker even in het i'tje of in het hier een eindscherm of in de beschrijving van mijn Discordje. Join het zeker even. Dat zou ik heel erg gezellig vinden. Kunnen we met elkaar ook praten. Waar is de YouTube om? Dus dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe weekvlog weer.